Welkom bij Uit in Zuidwest. Wat draait op het witte doek? En wat is er te zien op het poppodium? We beginnen met de films. Deze week Alita Battle Angel, Happy Death Day to You en Corgi. Deze film volgt de avonturen van Rex, de meest geliefde hond van de Britse vorstin. Wanneer hij op een dag van zijn bazin gescheiden raakt, stuit hij op een vechtclub waar allerlei verschillende honden het tegen elkaar opnemen. Zal Rex zijn weg terug naar het paleis nog vinden? En zijn ze hem daar dan nog niet vergeten? En telefoonhoesjes. En wc-borstels. Als jij echt bent wie je zegt dat je bent, hoe kom je dan hier terecht? Ik heb het flink verpest. Ik heb de president gebeten. Ik geloof dat dit van u is. Ingerukt. En toen ben ik weggelopen. Ben ik dood? Oh, arme Charlie. Rex was je beste vriend. Zodra ik de nieuwe tophond ben, gaan er hier wat dingetjes veranderen. Jullie zullen oogcontact vermijden. Al dus. Charlie heeft het helemaal uitgedacht. En nu wordt hij tophond. Breng me terug naar het Koninklijk Paleis. Maak geen schijn van kans, man. Vergeet het, gast. Dat is Tyson's chickie. Hij lijkt gehakt van me. Je hebt de beste coaches die er zijn. Je herinnert je de film Rocky? De underdog won uiteindelijk. Rocky verloor, Bernard. Rocky 2 dan? The original. En alle voor één. Want met z'n allen bevrijden we onszelf. Bravo! Oh, dus je doet mee? Nee, gast. Maar dat was een geweldige speech. Jessica Roth keert terug in Happy Death Day to You. Het vervolg op de succesvolle film van Blumhouse Productions uit 2017. Deze keer ontdekt Tree dat steeds opnieuw sterven verrassend veel makkelijker was dan de gevaren die dit keer op de loer liggen. I stuck reliving the same day over and over again until someone wearing a baby mask murdered me on the night of my birthday. Turns out it was my roommate Lori. I kicked her crazy ass out a window and killed her, which broke the loop. But now I'm living the better version of my life. Are you okay? No. Oh, hey, you're up. I folded your pants for you. No way. Dude, did you hit that or what? I don't believe this. It's Monty the 18th again! Stop global warming. I thought it ended the loop, but I'm back. Oh my god. Everything's different. This time, it's coming after all of us. If you don't reset the day and try again, they're dead for good, aren't they? So I'm gonna have to die over and over again to save all of you. I mean, I guess you could just reset the day yourself. Genius idea. Okay, let's do this. They like me, I want them to love me like they love pop. If I don't stop the killer, more people will die. Failure's not an option. Focus, man. My money on my mind. Got a meal on the field and I'm still in the grind. Now show the I am literally dying to figure this out. A girlfriend, what did they buy and they ready to go? Okay, you're up. I'm so done with this. I want borrowed time here. All my fancy things. What the fuck? Alright, let's see what you got. We're in crisis mode, Tree. Who's gonna pledge Kappa now that we have a death curse? Alita Battle Angel gaat over de vrouwelijke robot Alita, die tussen puin wordt gevonden door de wetenschapper Ido. Hij probeert haar te repareren met behulp van andere onderdelen die hij tussen het puin vindt. Alita weet niet meer waar ze voor diende. Het duo gaat erop uit om de origine van Alita te achterhalen. Prey on the weak. But that's not the way it has to be. When I found you, your very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time, you'll remember. I remember black skies, the lightning all over.
is new here. She's still learning about things. It's a harsh world down here. Let me show you something. Body, I feel a connection to it. I can't explain. You know more about me than you're saying. Alita, some things are better left forgotten. But then I'll find out for myself. Alita, run! My God. She's the last of her kind. She contains technologies that have been lost for 300 years. She's threatening the natural order of things. Alita, they will come for you. I'll have to face them head on. I'm gonna need you to stand way back. Tonight is not a game. It is a hunt. I need you to destroy them. You just made the biggest mistake of your life. With her. Nu over naar theater. Op 12, 13 en 14 februari is in Theater Sneek Najib Amhali met Waar was ik? Deze nieuwe theatershow geeft antwoord op de vraag waarom Najib vorig jaar genoodzaakt was zijn show te cancelen. Met veel persoonlijke verhalen waar veel om gelachen kan worden, waarin oude bekenden langskomen en waarbij je na afloop wellicht afvraagt: waar was ik? Dan op 16 februari is in Theater Sneek Greg Shapiro met The Madness of King Donald. Dit is een avond vol stand-up comedy, cabaret en improvisatie. Elke show biedt het publiek de kans om vragen te stellen aan de president. Als de original fake Trump blijft Shapiro zeker van zijn zaak om meer persconferenties te geven als de echte Trump. Hi, it's me, Greg Shapiro, comedian, American, Dutchman, here to talk about a very serious problem, The Madness of King Donald, a show in which we pay tribute to the 45th and possibly final president of the United States. I don't know what I said, I don't remember! You may know me from Boom Chicago, BNR News Radio, Comedy Central, but more likely from this video. We totally understand, it's going to be America first, but can we just say the Netherlands second? And now I have to do a Donald Trump imitation, which is not easy because I realize I look nothing like him. My hands are rather large. Still, I do my best. You know what the thing is? If you look at Donald Trump, his eyes are never fully open and his mouth is never fully closed. In The Madness of King Donald, we take a look at the big picture. No, we didn't get America's first female president, but we did get America's first president who is clearly mentally ill. What, I waved my hand and the rain parted for me, and it was like, I am not a religious man, but I do have an enormous messiah complex, okay. So get your questions ready for the president. As the original fake Trump, I plan to give more press conferences than the actual Trump. Next question. Will you stroke my dirt-filled fur? I guess it's no longer okay to grab you by the dirt-filled fur. The Madness of King Donald, only in the Netherlands. I love the Netherlands. I love the color orange. Why do you think I paint my face orange every day? En op 16 februari is in Theater Sneek Ivgi en Greben met We Are In Trouble. In We Are In Trouble verplaatst een groep van 8 mensen zich voortdurend op zoek naar een plek om te rusten of misschien een nieuw leven te beginnen. Het verleden dat te overweldigend is om bij stil te staan, maakt dat ze steeds in beweging blijven.
over naar de podia. Op 15 februari is in Theater Snik Woodstock The Story. 50 jaar peace, love, music en flower power. 3 dagen peace, love en music in een eigenzinnige theatervoorstelling van bijna 3 uur. Het legendarische Amerikaanse Woodstock Music and Art Festival in 1969 was het hoogtepunt van de flower power en de hippiecultuur. Woodstock The Story neemt de bezoeker mee naar dit roemruchte festival. Theaterscènes, beelden, de gepassioneerde live band, geweldige muziek en ontwapende humor geven een oprecht flower power gevoel. Op 17 februari is in Theater Snik Colori Ensemble. Edward Grieg en Sergei Rachmaninoff schreven tijdloze muziek als Aus Hollenberg Zeit en symfonische dansen. Gebaseerd op zowel piano als de orkestversie maakt het Colori Ensemble van beide werken een arrangement voor fluit, hobo, marimba en piano. Op 15 februari is in de Bolwerk Snik UK Subs. Al meer dan 40 jaar staat UK Subs garant voor de trail spirit of punk rock. En net als met de goede wijn wordt de band onder aanvoering van zanger Charlie Harper alsmaar beter. Dit bewijzen met telkens weer een nieuwe wereldtournee. Dan op 17 februari is in de Bolwerk Born from Pain. Metalcore grootheid Born from Pain brengt in februari een nieuw album uit, True Love. En dat komen ze presenteren. Born from Pain is zonder twijfel één van de grootste metalcore acts van Nederland. Zeg maar gerust van heel Europa. Als laatste hebben we op 17 februari in Theater Snik Raymond van het Groene Woud met kreten en gefluister. Op verzoek van velen, Raymond geheel alleen, aan zijn piano, de liedschrijver, de dromer. Raymond van het Groene Woud is een man van vele muziekjes. Zijn nummers veranderen dan in intieme, maar ook krachtige chansons. Dat ik dus nooit zou kruipen op de wc, madame. Ja! We dansen samen de Bostella en we zingen vrolijk samen zijn. Ja, vooral samen zijn, zou het niet geweldig zijn? Is het niet gezellig om voor elkaar de held te zijn? En dit was Uit in Zuidwest voor deze week. Heeft u een evenement? Mail ons dan. Tot volgende week.